alle zes de maestro's die op 30 november de strijd met elkaar aangaan om de gouden baton, hebben nul ervaring in het dirigeren van orkesten. Maar wie of wat heeft hen dan geïnspireerd om dit avontuur aan te gaan en te gaan dirigeren voor een volle zaal van Theater de Speeldoos? Dank. Nou, spannend. Nou ja, wat mij inspireerde en waarom ik het leuk vind om voor een grote zaal te spelen, is nou, één, het is spannend en ik hou wel een beetje spanning. Ik sta natuurlijk veel vaker voor een grote groep, dus dat is niet zo nieuw. Maar ik heb wel heel snel ja gezegd, want ik wist eigenlijk niet precies wat er nou van mij werd verwacht. En inmiddels begrijp ik dat ik aardig wat momenten moet... dat ik aardig wat momenten doorga voor qua begeleiding. Maar dat vind ik eigenlijk stiekem ook wel leuk. En ik ken het programma van tv. En daar zie ik dat iedereen super enthousiast is. En ook al kost het bloed, zweet en tranen. En zie je echt, nou ja, dat mensen er ook heel gefrustreerd van kunnen raken. Ik ga wel zien hoe het wordt. Maar ik heb er ongelooflijk veel zin in. Dat die maar lang mee mag gaan. Ja, want ik heb natuurlijk ook de muziek nog voor mij staan in het echt. Ooit gedacht dat ik met zo'n mooie baton in mijn handen hier zou staan. Wat mij inspireerde om mee te doen met deze mooie uitdaging is dat ik het ontzettend leuk vind om iets nieuws te leren. Ik hou heel erg van muziek en ik ben gewoon heel benieuwd hoe dat is om een heel orkest te mogen dirigeren. Of ik dat überhaupt kan en wat er dan van komt. Het is weer een uitdaging. Het is super, super spannend, want het lijkt allemaal makkelijk met zo'n volle zaal. Je hoort me altijd schreeuwen en zo. En dan in één keer is het van, het is zover. Nou, wat gebeurt er allemaal? Dus zal die nachtjes ervoor wel een beetje slapen, denk ik. En wakker liggen en dromen. Dankjewel. Hij voelt zwaarder dan dat hij eruit ziet voor mij. Ik heb echt nul ervaring met dirigeren. En eigenlijk ook nul ervaring met orkesten en iets wat daarop lijkt. Ik speel geen instrument. Ik ben zo aritmisch als het maar kan. En ik heb dus echt geen echte inspiratie om dit te doen. Maar het leek me gewoon hartstikke leuk. Ik vind het programma te gek. En het lijkt mij gewoon leuk om te kijken of ik het kan leren. Mooi, dank. Heerlijk. Mij inspireerde het verhaal eigenlijk wel dat Pieter mij kon overtuigen dat het meer was dan alleen maar even zo staan. En ik was wat sceptisch in de eerste twee zinnen die we samen hadden, maar hij kon me goed overtuigen. Wat mij inspireerde om mee te doen met Maestro, is ik ben gek. Mijn eerste liefde is muziek. Muziek is eigenlijk mijn leven. Dat is ook waarom ik ben gaan dansen, waarom ik ben gaan zingen, is muziek. En ik werk natuurlijk elke dag met klassieke muziek. Ik weet hoe het is ook om eigenlijk voor een groep mensen te staan. Is het soort van te dirigeren, maar dan in dans. Ik leg deze even helemaal hier neer. Dus dat het kunnen mogen doen, die uitdaging, een muziekstuk tot leven brengen, oh my god, dat lijkt me gewoon... Het lijkt me echt een geweldige ervaring. Ik vind het nu al geweldig, het idee eraan. Ook heel spannend, heel eng. Maar ik hou van een uitdaging, dus